zijn heel veel voorbeelden, denk ik, niet alleen in Gent, maar ook in andere steden, waar je merkt dat steden toch wel de motor van verandering zijn. En er zijn ook heel wat netwerken waar ze die dingen met elkaar kunnen delen. Denk aan Eurocities bijvoorbeeld, waar we als Gent ook een trekkende rol in hebben gespeeld. Er zijn dus die verschillende programma's vanuit Europa waar je als stad aan kan deelnemen, om net dat duwtje in de rug te geven voor die vernieuwende praktijken, voor die verduurzaming, voor die transitie. We zijn heel vaak pionier op een heel aantal vlakken. En het is heel vaak zo, nadat er maatregelen hier zijn ingevoerd, dat de rest van Europa komt kijken om te zien hoe we dat nu gedaan hebben. Een van de dingen die ik heel nauw heb opgevolgd is het mobiliteitsbeleid. Het circulatieplan van de vorige legislatuur, dat is natuurlijk een ongelooflijke omwenteling geweest. Dat heeft er echt voor gezorgd dat de stad veel verkeersveiliger is geworden. We hebben een ongelooflijke stijging in het aantal fietsers kunnen bewerkstelligen. Dus veel veiliger, veel aangenamer, leefbaarder. De luchtkwaliteit is erop vooruit gegaan. En dat is een van die voorbeelden waar Gent echt wel pioniert. Waar je ziet dat eigenlijk heel Europa nu komt kijken, hoe hebben we dat gedaan? Wel, onder meer hier in Gent, maar ook in heel wat andere steden, hebben ze lage emissiezones geïnstalleerd om op die manier langzaamaan die voertuigen die echt zo vervuilend zijn, die er dan gaan uitfaseren. En ja, dan merk je wel dat dat een ongelooflijk verschil maakt in je luchtkwaliteit. En dat is echt wel een best practice. Maar er zijn ook heel tastbare dingen. Hè. Er zijn heel wat Europese programma's die kunnen gebruikt worden voor steden. Ik denk maar aan fietsinfrastructuur bijvoorbeeld. Binnenkort hebben we nieuwe fietsbruggen aan de Nieuwe Dokkenwijk. Ja, dat is EFRO-subsidies. Mobiliteit inderdaad. We hebben een echt cutting-edge project met Gent, thema's Traffic Management as a Service. Daar zijn Europese middelen voor gebruikt. En dat is echt een voorbeeld waar landen over heel de wereld, New York, die zijn komen kijken van tja, hoe doen die Gentenaars dat? Hoe verzamelen zij data van die verschillende stromen in mobiliteit? Hoe kunnen ze daarmee reizigers ten dienste zijn? En sociaal beleid ook. Hè. Bijvoorbeeld als het gaat over huisvesting, dat is toch wel iets. Hè. We hebben hier ook een groene schepen van huisvesting waar we als Gent ook grote stappen vooruit zetten. Met Housing First, hè. Niet enkel naar noodopvang gaan kijken, maar echt ervoor zorgen dat mensen noodwoningen krijgen om zich opnieuw te kunnen installeren in de maatschappij. Maar ik denk dat we in Gent een goede start hebben gemaakt aan een aantal dingen, maar dat we vooral moeten doorpakken. En dat is soms wel, dan merk je wel dat het moeilijk is. We hebben ons nu bijvoorbeeld als het gaat over mobiliteit en luchtverontreiniging nogal op het centrum gefocust. Nu is natuurlijk de bedoeling van dat verder te gaan uitbreiden naar de deelgemeente. Qua mobiliteit zijn dat de wijkcirculatieplannen, is dat de mogelijke uitbreiding van de lage emissiezone, et cetera. Dus ik denk vooral, we hebben, en gelukkig hebben we die moedige politici nodig om die transitie verder vorm te geven en in te zetten. Dus er zijn nog heel wat stappen die moeten gezet worden. Maar ik zeg het, we zijn als Groenen wel optimisten. We gaan ons best doen om zo hard mogelijk te wegen. En het is natuurlijk ook een kwestie van inderdaad opnieuw die verontwaardiging, die klimaatmarsen, de jongeren, die daar toch ook een heel drijvende kracht zijn geweest, opnieuw te gaan mobiliseren om ervoor te zorgen dat de druk hoog staat om die transitie naar een klimaatneutrale samenleving op een sociale manier ook mogelijk te maken. Thank you.